De Bond van Personeel bij de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SVM, heeft een akkoord bereikt met de regering. Het gaat om een eenmalige uitkering van 500 SAD en een koerscompensatie en belastingkorting teruglopend tot januari. Het totale bedrag dat moet worden uitgekeerd is 2300 SAD en geldt tot eind dit jaar. Deze zaken werken niet door op het salaris. Dit is de middenweg die beide partijen hebben gevonden om uit de situatie te geraken. Zowel de directie als de bond bij de SWM heeft een persstilte ingelast nu een akkoord is bereikt. In tegenstelling tot het goed verloop bij de SWM worden actie bij de NV-energiebedrijven Suriname, EBS, juist verscherpt. Er wordt momenteel alleen uitgereden voor storingen en slechts de poli, de bewaking en opwekking hebben dispensatie. De bond staat bij zijn standpunt om een lumpsum van 1250 SAD en een voorschot van de overeengekomen salarisaanpassing. Het personeel neemt geen genoegen met de 225 SAD waarin de koerscompensatie en belastingkorting zijn verwerkt.